Onderweg naar een nieuw avontuur vandaag. Kort over vijf. Het begint net een beetje licht te worden. Zoals je kunt zien, zie je niks. We lopen langs de bosrand en we gaan op pad naar het bos van San Hubert om te kijken wat we nog tegenkomen vandaag. We gaan zo het bos in. We zijn hier in San Hubert, de mooie Ardennen, waar ik altijd zit. Maar we zouden ook ergens anders naartoe gaan als ik hier zo'n hele mooie plek heb. Ik heb niks bij me vanmorgen. Geen koffie, geen ransel, helemaal niks om wat klaar te maken. Ik was vroeg wakker vanmorgen en ik denk, weet je wat, ik blijf niet liggen, ik ga het bos in. Dus ik heb mijn schoenen aangetrokken, appeltje in mijn jaszak geduwd en een nieuwe camera meegenomen, een nachtzichtcamera, een nachtkijker. Met infrarood. En we gaan eens kijken of we wat kunnen verschalken vandaag. Ik heb geen idee hoe zo'n ding werkt. Ik heb ook geen idee wat voor opnames die maakt. Dus we gaan het zo zien. Het zicht begint goed te worden. De schemering is een beetje over. We zitten weer echt in de bossen. Heerlijk is het hier. Het is hier zo'n feestje om elke dag hier weer te zijn. Het gaat echt helemaal nergens over. Heerlijke locatie. Wild hebben, maar we komen nog wel wat tegen vandaag, hoop ik. Ik ben echt veel tegengekomen. Zoals ik net al zei, de varens die zijn staan zo verschrikkelijk hoog. Dat de zwijnen al helemaal niet te zien zijn. Die kan je alleen maar spotten als je ze hoort en ruikt. De herten, dat is ook een moeilijk verhaal. Maar we gaan dapper verder, want het is echt een waanzinnige mooie omgeving hier. Ik zal je even wat laten zien. Kijk, hier bevinden we ons. Dit zijn varens. Als je ervan uitgaat dat ik zelf 2 meter ben, dan kan je met 1,65 meter hier al helemaal niet uit de voeten natuurlijk. Het hele bos is begroeid zoals je kan zien. Maar ik weet nog wel een paar mooie open plekken. We wandelen op ons gemak naartoe. Het weer is mooi, het zicht is goed. We mogen niet klagen.
Daar zijn we weer. Half uurtje op de schietstoel gezeten daar, zullen we maar zeggen. Ja. Je ziet eigenlijk niks. Het is niks te spotten. Je ziet dan ergens een heel klein kontje als je goed oplet achter een boompje of zo. Maar nee, het is niet een verloren ochtend. Dat is het niet. Het is hartstikke mooi hier. Kijk naar de zon, naar het hemeltje. Alles is blauw en mooi groen. Het is lekker warm. Beter als dat het de afgelopen 14 dagen is geweest hier. Want ja, we zijn helemaal te pletten geregend. We hebben natuurlijk ook allemaal de beelden gezien op televisie van La Roche. Dat helemaal ondergelopen was. De buis waar enkel nog maar de daken boven het water uitkwamen. Dus wij zijn hier eigenlijk wel gespaard op deze plek. Ik ga het een leuk plekje opzoeken. Dan ga ik even die review doen over die camera die ik bij me heb. Die nachtkijker moet ik eigenlijk zeggen. En dan gaan we daar eens over praten samen. Zie je. Ja, wij zien ze niet. Maar ze zijn er wel. Zoals je kan zien. Het hele pad is hier omgewoeld. En dat is zwijnenwerk. Je ziet dat de jongens best wel aardig huisgehouden hebben hier zo. Ik moet zeggen dat ik vroeger er veel meer zag. Dan kwam ik ze eigenlijk elke dag wel tegen. Sinds die Afrikaanse varkenspest uitgebroken is, daar hebben we hier natuurlijk ook last van gehad, is het hele bestand van die varkens toch wel minder geworden, denk ik. Hoewel, als je dit ziet, zou je dat toch weer niet zeggen. Zo, daar zijn we weer. Review. Ik heb die camera gekocht op internet, Marktplaats precies te zijn. En eigenlijk wist ik helemaal niet wat ik kocht. Dat ding kostte zo weinig, ik denk ik ga dat ding gewoon kopen. Prijzen hebben we het naderhand nog even over, dan kan ik jullie eerst laten zien wat het voor een ding is en hoe het werkt. Dit is een zogenaamde nachtkijker. In een lichtinval in de lens. Hieronder hebben we de infraroodstralen. Degene van onder jullie die dat niet weet, infrarood licht is een voor het oog onzichtbaar licht. En een soort schijnwerper. En die wordt weer omgezet in deze camera naar een normaal beeld. Het is 's nachts hartstikke mooi. 200 meter zegt de fabrikant. Nou, dat is het dus gewoon niet. Die straal die komt 50 tot 70 meter ver. En dan heb je een redelijk achter gezicht. Je kan zien wat er gebeurt, terwijl je anders helemaal niks zou zien. Ja, donker, niks. Dus wat dat betreft is die camera wel geslaagd. Dan is het ook nog voor overdags een verrekijker. Als het licht donker wordt, dan schakelt de camera automatisch over naar infrarood. Dus daar hoef je eigenlijk niet te druk over te maken. Dat gaat allemaal keurig netjes automatisch. Wat kan je er nog meer mee? Je kan ermee filmen. Nou, je hebt de beelden gezien. Dan weet je gelijk hoe of wat. En je kan er ook foto's mee maken. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik bedoel, de verrekijker op zich vergroot 4 maal. Dus dat is niet spectaculair. Ik ben met mijn eigen kijker natuurlijk wel super verwend. Want ja, dat is een van de betere kijkers die er te koop zijn, veldkijkers. Ja, daar zie je een mier mee wandelen op 100 meter afstand. Dus dat is niet echt een eerlijk vergelijk. Nou, 4 keer vergroting, niet slecht. Okay. Het is niet wild, maar oké, okay, je kan het er lekker mee doen. Het leuke ervan is dat je, doordat het een verrekijker is,
ook op afstand films kan maken of kan fotograferen. Kijk, en dat zijn dan wel weer hele leuke dingen natuurlijk. Ik bedoel, vanmorgen hebben we niks gezien, dus ja, jammer. Volgende keer beter. Maar als je eens een keer een leuk shot kan maken van een van wild of zo, ja, dan is het best wel leuk als je dan ook een beetje verder weg kan komen dan je iPhone, want dat is natuurlijk helemaal banger. Daar kan je natuurlijk eigenlijk heel weinig mee. Dus als fototoestel en als filmcamera vind ik hem wel geschikt. Ik heb er voor de rest nul ervaring mee, dus mijn mening is net zoveel waard als die boomstam. Maar voor mij voldoet hij goed. Wat doet zo'n ding nog meer? Ja, verrekijker, ja, 4 keer, ja, het is niet zoveel. Nadeel van het ding is dat hier zitten 3 batterijen in. Nou, die zijn niet geweldig. Daar kan je een uurtje mee kijken. Het probleem is dat ook als je hem niet aan hebt staan en je wil kijken, dan heb je geen beeld. Je hebt hier binnenin gewoon een klein televisieschermpje. Daar staat je batterij dingen op en hoeveel lang je nog te gaan hebt. Er zit een kaartje in en daar kan ik nu 3000 foto's mee maken, geloof ik. Nou, dat is voor een barbaar als ik al heel gigantisch, want ik kom nog uit het tijdperk dat je fotootjes moest, een rolletje weg moest brengen en dan had je er 20 en dan moest je een week wachten voordat je ze kon zien en dan waren ze allemaal mislukt. Ken je het allemaal? Dus voor mij is dit al helemaal geweldig en een uurtje filmen is best wel veel. Alleen als je wil kijken, niet filmen, niet fotograferen, geen infrarood en je wil gewoon kijken, dat ding gewoon gebruiken als kijker, ja, dan moet die ook aan. En dan, ja, dat vind ik wel een nadeel, want die batterij die loopt vrij aardig leeg. Volgende nadeel, het scherm is heel klein. Dus waar je in kijkt, wat je ziet, is gewoon een heel klein schermpje. En je hebt vrij weinig onderscheidingsvermogen. Als het moet echt bewegen, wil je kunnen zien waar je op inzoomt. Het volgende dingetje is dat het een nachtkijker is. Dus zodra er ook maar een snippertje zonlicht in die lens valt, ja, dan heb je natuurlijk al een probleem, want dan wordt die zwart. Dat is wel jammer, maar ja, al met al, ik kocht dit ding op Marktplaats voor de 50 euro's. Nou, wat research gedaan, links en rechts, je kan ze gewoon nieuw in de winkel kopen voor, ik heb ze staan vanaf 99 euro tot 129 euro. Ja, is natuurlijk geen geld, daar kan je geen fotocamera van kopen of filmcamera of werkkijker, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Om helemaal niet te spreken over een infrarood kijker waar je dus ook nog 's nachts mee kan kijken en waar die wel automatisch geschikt voor zit. Als nachtkijker is ook best gaaf, dat is niet verkeerd. Tegenover zeiken wat je wilt, het is niet zo ver, maar oké, dat kan ook niet anders voor dat geld. Wou ik zeggen, oh ja. Restlicht versterken doet hij ook. Dus zit jij in een bos en kijk je uit over een weiland of een vlakte, weet ik veel wat, over de hei, en je hebt een beetje maanlicht, dan heb je clear zicht. En dat is best wel gaaf, want normaal gesproken zie je natuurlijk helemaal geen ene reet. En dit is best leuk. En dan een 50, 60, 70 meter, dat is eigenlijk ver genoeg. In de bossen kijk je toch niet verder dan 60 meter. Gebruik je 's avonds dit ding dan, en je kijkt in het bos, dus ja, dan ketst die schaas, die straal die ketst tegen een boomstam aan en ja, dan is het weg. Ik bedoel, het is niet groot, het is een straal van doorsnee 15 centimeter of zo. Vroeger in dienst had, werkten we met infrarood schijnwerpers op de jeeps en die waren 80 centimeter in doorsnee. En ja, daar gaf je een behoorlijke straal mee natuurlijk. En dan kon je met je kijkertje allerlei dingen wel goed ontcijferen. Maar ja, dit is eigenlijk te klein. Maar voor het werk waar ik het nou voor gebruik, en voor een beetje filmen en een beetje foto's maken en zo, ja, het is echt voor dat geld een leuk en een gaaf ding. Er zit een kabeltje bij en er zit een kaartje in van 16 gig volgens mij. Daar kan je 3 uur mee filmen, 4000 foto's maken. Gaat er helemaal nergens over. Leuk ding, heeft ze voor, heeft ze nadelen. Als je denkt van, goh, dat is geinig, moet je hem kopen. Als je denkt, heb je lul nou weer, moet je het gewoon niet doen.
Want dan is het zonde van je geld. Ik ben voor mijn vijftientjes op Marktplaats hartstikke tevreden mee. En ik vind het een leuk ding. En voor de rest heb ik er weinig over te vertellen eigenlijk. Marginon. Zoek hem op internet. Kijk wat je er zelf van vindt. Koop hem of koop hem niet. Allemaal eigen keuze. Veel plezier. Tot de volgende. We'll be right back.